doe alles vanuit gevoel. Mijn hele leven, dus ook schilderen. Mensen noemen het impulsief. Je moet niet te veel nadenken over van alles. Gewoon doen. Van ieder schilderij wat ik maak, maak ik omdat ik het wil maken. En dripping art is natuurlijk zoiets aparts en best wel een beetje gek met al die gekke rare lijnen en zo. Ik heb alle stijlen, alle technieken, alles wel gedaan. Weet je, het duurt 20 jaar voordat je je eigen handtekening vindt. Ja, die wil je, weet je, die heb je nodig. Want je moet herkenbaar worden. Dripping art en het figuratief was voor mij echt een moment van, oké, dit is voor mij, dit ben ik. Je bent hier eigenlijk je hele leven ben je gewoon herinneringen aan het maken. Je moet niet gaan meelopen omdat het van je verwacht wordt of zo. Creëren wat jij wil creëren. Dat is denk ik het belangrijkste. Blijf bij jezelf.